Dag, beste mensen. 27 april, een stralende zon. En de verjaardag natuurlijk van koning Willem-Alexander. Die begon vanmorgen al vroeg in Engelen met een rondgang door het dorp met de harmonie, de oude post. En natuurlijk met de versierde fietsen van de kinderen. Hier bij de Engelenburg zijn vanmiddag kinderspelen en is alles te doen. Kortom, het wordt een hele gezellige dag en wij zijn erbij. Zo direct hier de prijzen aangereikt van wie er allemaal de mooiste fiets hebben. Krijg ik die van jou? Ze komt eraan. Ah, kijk. Rens, ik ben niet zo gevaarlijk. Dankjewel. En misschien moet je je vader ook nog bedanken, maar je zal zelf wel heel veel hebben meegeholpen, of niet? Ja, toch. Zo is het. Zo hoort het ook, hè? Goed, dankjewel. Siem Keizer. Waar is Siem Keizer? Ben jij Siem Keizer? Nou, kom maar eens hier. Gefeliciteerd met je prijs. Kijk eens hier. Mag je mee naar huis nemen. Vind je het mooi? Ja. Kas van Erven, derde prijs. In deze categorie, Kas van Erven. Komt er nog een Kas van Erven? Ben jij Kas van Erven? Nou, gefeliciteerd Kas. Even een handdruk, ja. Mooie hoed op ook, goed zo. Dan hebben we Raven Beekmans. Ah, dag Raven, gefeliciteerd. Het ziet er prachtig uit, zeg. Is jouw fiets nog mooier dan jezelf of ben jij mooier dan je fiets? Je weet het niet, hè? Nou, veel plezier ermee. Nicky Blank. Nicky. Ah, daar is Nicky. Ook al zo'n mooie sjaal om. Gefeliciteerd, Nicky, met je prijs. He? Mooie fiets en nog een cadeautje voor jou. Dan heb je helemaal een feestdag, hè? Ja.
geniet ervan. Als je nou nog wat leuk speelgoed zoekt, of een heel mooi boek, dan hebben we hier de Vrijmarkt. En die Vrijmarkt is ook in Engelen druk bezocht. En ik heb me laten vertellen dat er iets heel bijzonders ergens ligt. Wij gaan op zoek waar dat ligt. Je hebt een bal van PSV bij je. Ja. Zet je er zelf een handtekening op? Als je hem verkoopt? Waarom niet? Je bent toch ook beroemd? Ben je niet beroemd? Nee. Maar je hebt wel een mooie bal. Wat mag die kosten? 1,50. Een hele mooie bal van PSV voor 1,50. Is dat wat we zoeken? Dan ben ik toch nieuwsgierig wat u gekocht heeft. Nou, we hebben een hele mooie, ik weet niet precies wat het is, een vlooienspel gekocht voor onze kindjes. En daar kunnen wij zo mee doen. Let op, Jannik kan het ook heel goed. Let op, Jannik. Oh, ja, dat kan hij ook goed. Let op, Jannik. En dan hier. 1, 2, tuts. Hier zo. 1, 2. Kijk, let op, daar komt hij, ja. Spannend. 1, 2. Oh, naast. Dat zijn er nog niet. Ja, Jannik, 1, 2. Hey. Hoppa. Oh. Wat heeft hij wat dit gekost? Nou, we hebben heel hard onderhandeld, want we wisten natuurlijk dat hij te pakken was. Dus hij wilde er eigenlijk 5 euro voor hebben. En toen kostte hij uiteindelijk 50 cent en die heeft ook nog oma betaald. Dus we hebben helemaal niks betaald. Kijk eens, hij gaat naar Hamburg, hoor ik hier vertellen. Dus oma betaalt 50 eurocent aan ons eigen kleinkind. Dus het blijft in de familie, hè? Dus dat komt allemaal goed. Was dit afgesproken of wist je dit? Nee, helemaal niks gedaan. Wist je dat hij er stond? Ik wist wel dat hij er stond. Maar we moesten wel kijken naar de spullen. Maar kom er eens even bij, want dan wil ik van jou wel even weten waarom je nou in één keer met die prijs van 5 euro naar 50 cent gaat. Nou, eigenlijk was het eigenlijk geen 5 euro, het was eigenlijk 1,50. Alleen toen betaalde ze 1 euro. Kijk, nou komt het aapje uit het mouwtje. 1,50, 50 euro. Dat is een goede korting, of niet? Ja. Goeie deal. Hey, veel plezier. Ja, dank je. De hele ochtend aan het zoeken naar iets bijzonders en dan heb jij het hier staan. Dat is een telefoon van Mickey Mouse. Ja, het is een soort neptelefoon, alleen ja. Hij doet het niet, maar het is wel mooi. Ja, dat wel. En voor hoeveel ga je hem verkopen? Dat weet ik niet, moet ik even met mijn moeder overleggen. Maar... Nou, mam, kom er eens bij, wat mag die kosten? Ja, op zich mag jij het zelf bepalen? Ze mogen voor een mooi bedragje weg, zeg maar. Ik zou zeggen 3 euro. Ik denk juist 4 euro.
Nou, dan gaan we dat gaan we zien. 4 euro. Deze telefoon van Mickey Mouse. En dat was nou het bijzondere wat we hier op deze vrijmarkt hebben gevonden. De telefoon van Mickey Mouse.